Kou daar ook in present. Ik heb hem ook gezien, dus ik had graag boven Aad van den Hoek. En Aad, die had ook zijn applaus. Ja, dit zijn de mannen die we dus hadden. En die gaan beginnen aan het kwei. Ja, voor hun kwei, kom op, 118 kilometer, Theo. Het is eigenlijk ja, een beetje inrijden voor jullie. En dan zeggen, god, hadden we toch maar naar Limburg gemogen. Ja, ik had speciaal een nieuwe pion gemonteerd. Maar ja, nu rijden we alleen maar in het vlakke. Dus ik heb een verkeerde versnelling gestoken. Ja. Dus niet de eerste keer. Zei Jean Nederlands ook altijd. Maar die jongen reed een veel te grote versnelling. Maar we hadden maar een 21, we hadden niet kleiner. Kon hij dat zo vlug vertellen? Jean die was altijd wel in vorm. Ja. Mooi. Ja, we gedenken hem natuurlijk allemaal nog, dames en heren. Ja, we gaan straks het een en ander doen. We pikken er toch. Ja, Leo, ik had het al. Heb je het prentje bij je? Nee. Ik heb hem opgeborgen, want hij was zo kapot aan het gaan. Ik wilde hem gewoon goed borgen. Bezorgen we toch een nieuwe. Dus dat is niet zo moeilijk. Leo, ja, de vorm is er. En leuk om met al jouw collega's hier vandaag aan de rit te beginnen. Het weer is goed. Jammer in Limburg, maar goed. We hebben daar een nummer van, hè, waar u allemaal uw bijdrage op kunt storten, dames en heren. En ik hoop dat u die mensen verdienen dat u dat allemaal doet. Je wou zeggen, Leo? Ja, ik denk dat het voor deze mannen allemaal toch beter is dat we niet in Limburg rijden. Voor deze mannen, Piet, neem jij dat? Sorry, ik was er. Nou, hij zegt, ja, deze mannen die vinden het wel fijn dat ze niet naar Limburg hoeven. Ja, nee, dat klopt wel. Hè. Ach, het is nou niet waar. Via Ducta lukt dat wel. De Kouberg, dan kijk ik toch altijd omheen of er nog een auto rijdt waar ik me aan vast kan pakken. Piet, waren het er 32 of waren het er nog meer? Bij de beroepsrenners. Zelf, volgens mij zelf waren het er 35. Ja, ik heb Gerrit Bekars eens aan de micro gehad, meerdere malen, maar die zei ook altijd, ik zeg 105, nee Jan, zegt hij, 107. Ja, er zal er geen eentje bij zijn die zegt, eentje minder. Maar 35, normaal kreeg je daar een applaus voor, maar ja, dat is lang geleden natuurlijk. We gaan naar de zeepcentrale, Mark Zeepcentrale. Ja, klopt, helemaal nog. Bert ook nog even voorgereden? Dat was volgens mij, ja, misschien één of twee wedstrijden, maar ik heb er nooit mee gereden. Eentje in Valkenswaard. Daar was ik niet bij toen. Nee, toen was jij nog iets jonger ook, hè, dus... Maar in ieder geval leuk dat jullie zeggen, ja ik zeg ik mis er eentje, maar goed, Jan zal hem een op andere reden niet gekund hebben. Nee, verleden jaar is hij behoorlijk hard tegen de grond aangegaan en daar had hij zijn hele arm had hij open liggen en hij zegt ja ik ga het risico niet meer nemen, zegt hij dat ik dan mijn eigen ingang nee. Moeten we niet doen, we hebben hier goede doktoren, maar ik hoop niet dat ze nodig zijn. Ja, mannen. Ze staan te trappelen van ongeduld en we zeggen, hè? Ja, ik begrijp het helemaal. We gaan ze onder een formidabel, geweldig applaus, dames en heren, naar een plaats begeleiden. De crème de la crème uit de schitterende wielertijd. De mannen van Peter Post van Tirelli.